Rusland. En Japan. Shichikova en Abramova staan daar in de opstelling. En Likachova. Dat is opvallend, omdat de opstelling verspreid is met juist Lobisheva. En dan hadden we nou juist een keer een verhaal gehad. Dat zou voor het eerst zijn dat Abramova en Lobisheva weer op het ijs samen in een team zouden rijden. Die elkaar mild uitgedrukt in Heerenveen een jaar geleden in de haren zijn gevlogen en in de nagels. Ja, terwijl Abramova eigenlijk voor 2 jaar geschorst zou zijn. Maar daar hebben ze dus toch maar teruggedraaid. Want onmisbaar. Het is toch inderdaad wat je zegt, onmisbaar voor het team. En nu zou ze voor het eerst weer met Lobisheva in één team. Maar die is er dan op de laatste minuut weer uitgehaald. Ten faveur van Likachova. Ja, ik denk dat ze het risico liever voor uitstellen tot de Spelen. Ja, ja. Rusland opent. 32-97. Dat is goed. Meteen snelheid. Rijdt goed in elkaar slag hier. Zo moet het, hè? Ja, ja, er is ook weer voor de Russische dames het een belangrijk onderdeel. Natuurlijk 3 jaar geleden een medaille gehaald, 4 jaar geleden. Het is ook eigenlijk hun enige medaillekans. Ja, bij de dames ook, zeker. Ja. Maar dat is gelijk 4 jaar gegarandeerd inkomen, zo'n medaille. Vanuit de Russische bond en de overheid. Je moet je afvragen wat Tabata nog kan betekenen in het Japanse team. Het is eigenlijk de moeder van de ploeg. 28-3 het rondje hier van Rusland. Is goed. En Rusland, na 3 rondes, rijdt onder het schema wereldrecord. En welke ploeg heeft dat wereldrecord? Natuurlijk Duitsland. In de favoriete samenstelling van toen. Anschutz, Vriesinger, Pechstein. Gereden in Calgary. November 2005. Duitsland, Rusland reed onder dat schema. En dat schema wereldrecord was hier 1.57.7. En daar laat Rusland hier los. Terwijl Japan nu weer terug gaat in 28.8. Vorig rondje was 29. Dus Tabata die buiten beeld de trein trekt. Het wereldrecord ploeg al vervolgens is 2.56. Heel wat sneller dan het tot dusver gereden is dus. Nog niemand onder de 3 minuten. In Rusland met 29-9. Weer sneller dan de Russen, dus dat wordt een leuke, spannende laatste ronde. Ja, deze vochten het gevecht om de derde plaats in Richmond. Wereldkampioenschap afstanden. Kijk eens, duwen, 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 duwen. Goeie tactiek, goeie tactiek. Want? Nou ja, dan hou je de vaart erin en je hoeft maar een heel klein beetje te duwen. En die vorst heeft al het gevoel van makkelijker vooruit te komen. Dat is echt een techniek die je eigenlijk moet aanleren als ploeg achtervolgingsploeg. Japan onder de 3 minuten. Japan verslaat Rusland. Ja, kijk, door een sterk tweede deel. Allemaal 1,8 seconden verliezen. En dat is ook een Japans record. Rusland rijdt ook een nationaal record. Maar of dat nu helemaal de verdienste van de ploeg is, het is denk ik vooral de verdienste van het ijs. En de hoogte waarop hier wordt gereden. Maar hoe dan ook, 2 nationale records. 1 team dat nu onder de 3 minuten gereden heeft, het team Japan. En dat verzekert zich hier dus van een medaille. Het team rondom Maki Tabata. Blijft Duitsland voor en verslaat Rusland.